Well, man, 32 minutes, 22 points, and win by 4-5 points. This was a really great night. Great night. I'm just, you know, glad we got another win in Euro Cup. I think we put ourselves in a pretty good situation, but, you know, our work, we still got a lot of work left to do, so it's nice, but we got to keep working. Back to the game. The first quarter was good. It seems like they were not playing as a team, and Donar did. Right. But in the second and third quarter was especially the individual class of their players who made a difference. So how did you change it around? Yeah, I mean, we just kept, number one, we stayed together. We always harp on that. No matter what happens, we have to stay together, keep fighting, keep playing every possession. And, you know, we made some shots on our own in the third quarter. We kept it close. It was a close game. In the fourth quarter, I think our defensive intensity stepped up a whole nother level, and we also hit some shots. I hit some. Lance hit some big ones. I think Chase had some big plays. Sean had a nice cut, made a couple of free throws. So, you know, it was a total team effort tonight, especially in that fourth quarter to get it done. But it was really good team defense, and I was really happy for Drago, because we put him under a lot of pressure defensively, switching out on guards, and I thought he did an excellent job of contesting shots at the rim and the three-point line. So he did a great job for us. And now for something completely different. Sunday, we go to Zwolle. Yeah. You know, it's always a tough game. They're a well-coached team. We know they're going to be prepared for us. So we're going to take tomorrow, rest our bodies, and then we'll come back Thursday and get prepared for them. Frank en Geert van Ziggo Sport hebben deze wedstrijd natuurlijk ook gezien. Jullie komen natuurlijk niet dagelijks in Groningen, maar je ziet wel heel veel basketbal. Wat vond je? Maar ja, dat terecht dat je graag in Groningen komt, maar wat vond je ervan? Ik vond het, als commentator spreken, vond ik het een hele fijne wedstrijd om te doen. Omdat er echt van alles gebeurde. Er gingen heel veel dingen goed, maar er gingen ook ontzettend veel dingen fout. En ja, ik heb wel genoten, Geert. Jij? Ja, ik heb zeker genoten. Ik geniet één van om wedstrijden te mogen doen met mijn mentor Frank Visschapen. Ik las ergens al dat jij hem als mentor beschouwt. Ja, is ook zo. We zijn 2 jaar geleden begonnen, Frank, toch? Oké, Frank loog toen de tijd en zei ik zie wel talent in. Maar dat heeft hij dan verder ontwikkeld. We hebben een paar nachten doorgebracht, evaluatie en dingen besproken. En wij doen die wedstrijden nu. Dus daar ben ik altijd blij om. Maar ook de wedstrijd op zich. En hij let wel, wij doen dat vanuit een neutraal oogpunt. We zijn natuurlijk wel blij als de Nederlanders winnen. Als je dan kijkt naar Donar, Europees, enige ploeg die vanuit Nederland dan nog Europees speelt. Laat ik het zo zeggen, een vraag die natuurlijk wel veel mensen stellen. Wat zegt dat over de Nederlandse competitie? Ik zelf ben eerlijk gezegd van mening dat... Donar is een ploeg die voor wie het goed is, denk ik, om Europees te spelen. Maar ik denk dat andere ploegen zich het geld kunnen besparen. En ik denk dat ze elke cent die ze hebben. En ik denk dat het in het algemeen wel geld in Nederland moeten steken in hele andere dingen. Voordat we gaan denken aan grote Europese dromen. Want de tijd dat Nederlandse clubs Europese titels winnen, die ligt ver achter ons. En die ligt ook nog heel ver voor ons, denk ik. In dat kader heb je vandaag de persconferentie gezien van Den Bosch? Nee, ik heb hem niet gezien. Ik heb wel begrepen dat ze nu met een nieuwe naam door het leven gaan. Maar ambitieus, vooral ook Europees. Oké, nou ja, goed. Dan neem ik aan dat er flink wat geld in gestoken wordt. Het zal allemaal moeten blijken natuurlijk. Want Den Bosch heeft het ook heel moeilijk gehad. Overigens, Geert zegt dat ik zijn mentor ben. Maar hij is dan tegelijkertijd weer mijn mentor op het gebied van basketbalkennis. Die heb ik zelf nu ook, maar deze meneer heeft natuurlijk wel gewoon in de NBA gespeeld. Hè? Ik voel wel een hele warme band tussen jullie twee. Echt fantastisch. Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je voelt het ook gewoon. Geert, tot slot. Je hebt natuurlijk jaren in professioneel basketbal rondgelopen. Als je dit nu even vergelijkt met het niveau basketbal toen jij zelf nog speelde, hoe moeten we dit inschatten? De basketbal aan zich heeft een transitie doorgaan. Het soort basketbal is nu compleet anders, tactisch gesproken. En daardoor zijn de basketballichamen ook heel anders. Qua niveau is het daardoor lastig in te schatten. Let wel dat ik nooit op derde of vierde Europese niveau heb. Altijd op Euroleague op het eerste. Om dat nog even te benadrukken. Nee, maar goed. Dat is, zoals ik zei, lastig inschatten, want het basketbalspelletje is compleet anders nu. Dus veel meer pick-roll actie, veel meer 5-out, 4-out, 1-in. En toen de tijd had ieder team 2, 3, 4, 5 gasten van 2 meter 10 en 130 kilo. Dat bestaat niet meer. Dus heel lastig te vergelijken.
Natuurlijk zijn wij wat ouder en zeg ik tot ziens. Goodbye, thanks for talking to me. Coach van de tegenpartij. Ja, dat idee hadden we al, ja. Ja goed, moeilijk te vergelijken. Natuurlijk, iedereen van mijn leeftijd en ouder zegt dat het vroeger altijd beter was. Het was in ieder geval leuk jullie hier vandaag weer te zien. En graag tot de volgende wedstrijd in Europees verband. Het was leuk om in Groningen te zijn. Altijd leuk. Ik hou van volle zalen. Dus, en die heb je ook niet overal, helaas. Ken je Donar TV überhaupt? Jawel, tuurlijk wel. Ja, nee. Wacht even. Wie niet? Ja, jullie staan dat is weer wat anders. Maar nee, maar kijk, als basketbalvolger... Hoort er gewoon bij, hè? Natuurlijk, absoluut. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Lance, the Huskers were amazing today. Yeah, it was it's good to have JD back. His first Euro Cup game. I mean, just to have most of the team back. We still got Drew and Steph was not playing, but the core, the guards. It's good to have them back, and it's a big difference for us. It helps us a lot. With deep respect for you, you always played 40 minutes. You're really the general of the team. This was amazing. I mean, from the summertime, coach was on us. We knew we was going to be playing Euro Cup. He sent out the workouts, and we got ready for these moments. We knew it was going to be physical. We knew it was going to be tough, and we got ready for these moments. And I think the whole team came in ready to go, and it's starting to show. What do you think will happen now, continuing Euro Cup? I mean, of course you want to win games, but, you know, I mean, we got to steal some road games, you know what I mean? And we put ourselves in a good position, but we got to get some road wins. And Gravelines going to be tough, huh? Oh, yeah. I mean, obviously they was tough at our place, so I'm sure they're going to be a lot tougher at their place. But we saw some things that we think we could do, and obviously having Arv and JD back is definitely going to help us a lot for that game. And we look forward to, but we ain't going to look ahead. Because we got Sunday, we got a big game in Zwolle, so we're excited about that one too. Coach, we spraken net even met Geert Hangming en Frans Visgraven van Ziggo. Wat hun vooral opviel is die heerlijke beleving hier in Groningen. En dat is zo het energie spat van het spel af en volle tribune. Het is leuk als dat soort heren dat ook zo constateren. Ja. Maar als je het natuurlijk niet constateert, dan is er iets mis met je. Want het zat natuurlijk een fantastische sfeer in de hal. Energiek. De fans waren geweldig. En hielp ons echt in het derde en vierde kwart om over die achterstand heen te komen. En echt in ons voordeel om te buigen. Je zei het gisteren al in de voorbeschouwing dat echt de doorslag kan maken. En we hebben het nu zelf kunnen zien. Hè? Ja, maar er is zo'n energie dan in het spel. Ik bedoel, dat is zesde man. Precies dat. En we weten hoe het hier was, vorig jaar ook in de play-offs. En het publiek moet natuurlijk even weer warm draaien, maar dit soort wedstrijden zijn daar wel goed voor. Oh, warm draaien gesproken, alles wordt hier nou afgebroken, basis worden weggehaald. Maar morgen gebeurt hier heel wat anders, hè? Ga je kijken? Nee, wij gaan ons voorbereiden op de competitiewedstrijden. Misschien dat ik na de training nog eventjes blijf, maar ik heb de trainingen gezien en ik denk dat ze gaan winnen. Echt? Ja. Jij als coach hebt er verstand van, dus... Nee, ook omdat Arjen Taaien tegen me zegt dat ze een goede kans hebben, dus ik geloof hem.